En vandaag hebben we onder andere gesproken over de Raad van State. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft vanochtend in ministerraad Piet Hein Donner voorgedragen voor de functie van vicepresident van de Raad van State. Deze voordracht is door de ministerraad overgenomen, met instemming begroet. De heer Donner is een man met veel kwaliteiten. Hij heeft veel kennis, hij heeft veel ervaring, hij heeft veel bagage, zowel bestuurlijk als juridisch. Hij is inmiddels in 5 kabinetten minister geweest. Heel kort lid van de Tweede Kamer, maar vooral ook eerder lid van de Raad van State, lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en daarvoor juridisch adviseur op het ministerie van Justitie en Economische Zaken. Een eminente kandidaat en een uitstekende bestuurder. Zeker ook gezien zijn kennis van de constitutionele recht, wetgeving en wetgeving in het algemeen. Het kabinet is niet over één nacht ijs gegaan. Het is een functie die hoge eisen stelt aan kennis, politiek, bestuurlijke ervaring en, zoals ik al zei, aan juridische expertise. Minister Opstelten heeft een zorgvuldige afweging gemaakt na diverse gesprekken en consultaties. Zo heeft de Raad van State laten weten met de benoeming in te stemmen. En dat alles heeft geleid tot deze voordracht. We beseffen dat het vertrek van Donner natuurlijk een gat achterlaat in het kabinet. En deze moeilijke tijden die vragen om daadkracht. En daarom is het ook van belang dat snel deze vacature wordt opgevuld. Er liggen grote dossiers te wachten en daarom ben ik ook blij dat er vaart is gemaakt met het zoeken naar een opvolger en dat vandaag al de opvolger is beëdigd, namelijk Lisbeth Spies, thans nog, of inmiddels niet meer, thans minister van Binnenlandse Zaken, maar tot heel kort vanochtend nog gedeputeerde in Zuid-Holland. Ik heb vanmorgen met haar het formele gesprek gevoerd, zoals ik dat ook in de formatie voer met kandidaat-bewindslieden, naar alle vragen gesteld die aan kandidaat-bewindslieden moeten worden gesteld. En die zijn meer dan naar tevredenheid beantwoord en inmiddels is ze ook beëdigd door de koningin. Zij heeft veel ervaring in Den Haag. Ze is goed op de hoogte met de dossiers die spelen. Iemand die goed is ingevoerd in het binnenlands bestuur en in die zin ook iemand die echt vanaf dag 1 uitstekend beslagen ten ijs zal komen. Er is wel besloten in goed overleg tot een herschikking van de portefeuille. De portefeuille van de minister van BZK was inmiddels wel heel groot geworden na de departementale herindeling. We zijn natuurlijk in het kabinet kleiner geworden, terug naar 12 ministers. En het was vooral ten koste gegaan in positieve zin van deze post. Die was wel heel zwaar geworden. De beleidsdomeinen wonen waren erbij gekomen, integratie erbij gekomen. En dat was natuurlijk al een hele zware portefeuille. Er is besloten om, kijkend naar die breedte, maar ook naar de portefeuille van Geert Leers, thans nog minister voor integratie en asiel, immigratie en asiel, is besloten om de portefeuille integratie, dat onderdeel, ook toe te voegen aan het werkterrein van Geert Leers. En dat is ook een logische keuze, omdat daarmee de toelating en de toelating zelf en het toekomstperspectief van mensen in Nederland bij één minister is ondergebracht. Dan de decemberraming. We hebben vorige week kennis genomen natuurlijk van de cijfers van het Centraal Planbureau. Die zijn vanmorgen ook besproken in de vierhoek van de meest betrokken ministers. We hebben ons daardoor directeur Teulings van het CPB laten bijpraten over die cijfers. Ook de president van de Nederlandse Bank was daarbij, de heer Knot. Als we kijken, dan zien we dus dat die toekomst van de Nederlandse economie ook heel nauw samenhangt met de verdere ontwikkeling van de Europese schuldencrisis. In februari presenteert het Centraal Planbureau zijn ramingen voor de komende jaren. Dan zal ook moeten blijken of we binnen of niet, wel of niet blijven binnen de afgesproken zogenaamde signaalmarges. Of er dus extra bezuinigd moet worden of niet, extra hervormd moet worden of niet, dat zal blijken in februari. Dan, ik ben dinsdag naar Afghanistan gegaan met het plan om daar gisteravond weer terug te komen. Eergisteravond weer terug te komen, dat is niet gelukt. Het is uiteindelijk gisteravond geworden. Als het bewolkt is, kun je niet wegvliegen uit Kunduz. Maar het was een buitengewoon inspirerend bezoek. Ik heb daar gekeken hoe de Nederlandse militairen, marechaussee, maar zeker ook de politiemensen bezig zijn met het opleiden van de Afghaanse politie. En opnieuw weer diep onder de indruk geraakt van de Nederlandse krijgsmacht, van het marechaussee-deel, ook weer daar binnen die Nederlandse krijgsmacht, maar ook de overige militairen en van de politietrainers die er aan het werk zijn. Er wordt ontzettend hard gewerkt. Afghanistan, ja, we hebben natuurlijk eerder een fase gehad waarin we moesten knokken om op te kunnen bouwen in Uruzgan. Dit is echt een trainingsmissie in Kunduz, in Noord-Afghanistan. Past ook in de hele NAVO-strategie om het land over te dragen aan de Afghanen zelf. En ik denk, als je kijkt naar wat we eraan het doen zijn, dat een kleine uitbreiding mogelijk is. Maar dan moeten we zeker weten dat die uitbreiding ook voldoet aan alle eisen, dat het een politietrainingsmissie moet zijn en geen militaire missie. Dat is de afspraak die we met de Kamer gemaakt hebben. Er liggen twee mogelijke terreinen van uitbreiding, namelijk het trainen van politiemensen buiten Kunduz in de regio en het trainen van de grenspolitie in het noorden van Afghanistan met de grens aan de noordkant.
Dat zijn we aan het uitzoeken. Absolute voorwaarde is dat het dus niet militair is, maar dat die taken van die grenspolitie inderdaad zoveel mogelijk lijken op wat de gewone politie doet. Daarover gaan we binnenkort rapporteren aan de Kamer en dan gaan we die discussie aan. Maar het zou mooi zijn als het kan, want dan kunnen we nog meer gebruik maken van de goede mensen die daar zitten. Ik heb een lof uitgesproken tegenover de militairen, tegenover de politie die aan het werk is. En gezegd, er is altijd debat in Nederland over uitzendingen. Dat is onvermijdelijk. Maar er is geen enkel debat in Nederland dat dit land als één man staat achter onze mannen en vrouwen die in moeilijke situaties belangrijk werk doen. Tot slot hebben we vandaag natuurlijk ook stilgestaan bij de vreselijke gebeurtenissen in Luik. Ik heb gisteren na terugkeer uit Afghanistan onmiddellijk condoleanceberichten verstuurd aan mijn collega's van Wallonië en van België. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Ik heb namens het Nederlandse kabinet ons medeleven betuigd. We hebben vanmorgen in de ministerraad ook bij stilgestaan. Verschrikkelijk wat daar is gebeurd en dat vervult ons allemaal met grote droefheid.